Financiële instellingen mogen geen zaken doen met criminele organisaties. Maar dan moet je ze wel kunnen tegenhouden bij de voordeur. En die voordeur die is vandaag de dag digitaal. Mijn gast runt een techbedrijf die ze daarbij helpt. Een verhaal over het continue cybergevecht met criminelen, de rol van AI, keiharde groei, het belang van focus en de rol van geld. Welkom bij CVD-TV. Ja, dat is een hele intro, Krik. Maar ik vind het ook een hele interessante case waar jij mee bezig bent. Laten we even beginnen voordat we meteen de diepte induiken. Even een korte pitch uh, wie jullie zijn en wat jullie doen. Fortline is inderdaad, zoals je zei, een, een techbedrijf. Wij hebben hoofdkantoor in Amsterdam, tweede kantoor in Barcelona en dan nog een aantal andere kleinere kantoren. 230 mensen, 50 nationaliteiten. En uh, wij hebben het onze missie gemaakt om financiële criminaliteit te bestrijden. Uh, en we geloven dat de enige manier waarop je dat tegenwoordig effectief kan doen is met behulp van technologie, met ja. een hele grote component rondom AI. Ja. En betekent dat wij eh, banken en fintechs helpen met zowel de checks doen aan de poort waarin jij refereerde, ja. maar ook heel belangrijk daarna. Dus hoe weet je nadat een rekening geopend is, dat degene die de rekening gebruikt, ook de rekeninghouder is. Aha, wat je veel ziet met, hoe noemen ze dat? Van die ezels. Dus iemand anders wordt ingeschakeld om te openen. Ja. En daar is niks aan de hand, maar dan nemen ze hem daarna over. Ja, en ik kan daar een concreet voorbeeld van geven. Een van de checks die wij doen, is we vragen aan een klant om de geolocatie te delen op het moment dat de bankrekening geopend wordt. vragen ja. we expliciet toestemming voor. Ja. En die check kunnen we ook later doen. En daar hebben we recent een trend gezien waarbij rekeningen in verschillende Europese landen geopend werden. Er is niets meer aan de hand. Het was een echt identiteitsdocument met een echte persoon op een uh, geolocatie die klopte binnen het profiel. Maar toen we later nog een keer om de geolocatie vroegen, zagen we de geolocatie in Benin, in West-Afrika. Hmm. En zagen we dat verschillende rekeningen, die in hele verschillende landen geopend waren door hele verschillende personen, op exact dezelfde geolocatie in Benin in West-Afrika uh, gebruikt werden. En dan heb je dus een mooi voorbeeld dat de, uh, duidelijk is dat iemand ingezet is als geldezel. Die criminelen, die zijn ook niet dom, hè? Uh, het, ik, ik zei net als een soort continu gevecht. Dat lijkt, dat lijkt... Want daar zitten professionele organisaties achter. Hè? Ja, misschien niet allemaal, maar die zijn, die zijn er wel. Hoe moeilijk is dat gevecht? Kijk, we hebben een gevecht gekozen met een eh, enorm grote opponent. Want jaarlijks wordt er ongeveer 2000 miljard aan geld witgewassen. En dat betekent dat de mensen die wij bevechten ongelimiteerde middelen hebben. En dat ja. betekent dat ze niet alleen heel slim zijn. Maar ook gewoon daadwerkelijk heel veel geld hebben om eh, te proberen door onze checks heen te komen. Want dat is witwassen. Wat zijn nog meer zeg maar, activiteiten waarvoor mensen dit soort uh, dingen doen? Nou, het, het zijn combinaties van verschillende dingen. Dus witwassen en terrorismefinanciering zijn denk ik de twee bekendste. Ja. Maar je ziet dat er ook allerlei andere vormen van financiële criminaliteit zijn. Uh, bijvoorbeeld iets wat eBay-fraude heet. Dat betekent dat ik uh, bijvoorbeeld een iPhone 15 op uh, eBay zet of hier in Nederland op Marktplaats... Uh, jij koopt het, betaalt mij 1500 euro. Ik stuur de telefoon uh, niet op en het geld uh, ja, ja. wat jij gestort hebt, is weg op het moment dat jij erachter komt. Ja, ja. da Daarom moeten jullie je niet mee, hè, volgens mij of wel. Nou, kijk, het, het komt dus uiteindelijk neer op hoe zorg je dat uh, de rekening en de identiteit van mensen gecheckt is, maar ja. ook veilig blijft. Dus het ja. gaat niet alleen om de verplichtingen die een bank heeft... het gaat er ook om dat jij jouw rekening... en ja. jouw identiteit kan beschermen. Ja. En, uh, en daar kan technologie ook heel erg goed voor ingezet worden. Zo meteen meer over die technologie... en nog veel meer. Hè? Maar hoe zorg jij ervoor... De, uh, hoe doe jij de selectie van jouw eigen mensen aan de poort? Want als ik nou een criminele organisatie was... dan zou ik wel zorgen dat ik een mol bij jou naar binnen schoof. Ja. Want dan weet ik natuurlijk precies wat jullie aan het doen zijn. Ja, Nou kijk, ik denk dat er uh, zijn twee of drie antwoorden erop. Dus er is uh, een procedure die we hebben... waarin wij... Natuurlijk, zoals elke werkgever, goed kijken of jij past bij, uh, bij FortLine. Uh, wij zien dat mensen heel erg aangetrokken zijn tot de missie die we hebben, dus ja. het bestrijden van financiële criminaliteit. Maar wij zijn ook een, zelf een financiële instelling. En dat betekent dat wij ook bij elke werknemer vragen om een verklaring omtrent gedrag. Uh, en wij ook onze eigen werknemers screenen op dezelfde manier waarop wij bankklanten screenen. You practice what you preach. Hm. Zeg maar. ja. ja, dus jullie zijn niet de schoenmaker met de versleten zolen. Nee, en, nee. en dan de tweede, maar dat is meer aan de, aan de operationele kant. Wij hebben natuurlijk ook procedures zo opgezet dat jij niet uh, door een criminele, criminele organisatie bij ons gepland kan worden. En vervolgens kan zorgen dat jouw vriendjes er zonder checks doorheen gaan. Dat kan niet. Dat, dat kun je gewoon stellen. Nou, nee, ja, ik ga niet alles vertellen. Maar nee, dat, dat, eh, er zit er bijvoorbeeld heel simpel, je kunt zorgen dat eh, informatie gesegmenteerd is. Dat niet iedereen bij alle informatie kan. Dat je randomized oh, okay. eh, toegang geeft tot uh, cases. Zodat jij nooit kan zeggen. Oh ja, stuur mij om 15 over één een case en dan kijk ik ernaar, dat kan niet. Grappig. Ga je uit van vertrouwen of wantrouwen wat dat betreft? Nou, kijk, Ik denk dat je in de business waar wij in zitten is het rare dat statistisch gezien, Kijk, en we doen echt miljoenen en miljoenen klanten per jaar checken we in heel Europa. Mm -hmm. En je moet het vertrouwen hebben dat het overgrote deel van die mensen bona fide zijn met de juiste intenties, maar je zet je systeem op op basis ja. van wantrouwen, ja, want uiteindelijk precies. een heel klein deel daarvan probeert er doorheen te komen. Ja. En uh, je hebt alleen waarde als bedrijf en als oplossing voor. De banken waarvoor wij werken en uiteindelijk om het maatschappelijke probleem op te lossen. Uh -huh. Als je zorgt dat die paar procent die misschien met de verkeerde intenties uh, komt, wel geblokkeerd wordt. Hoe zorg jij ervoor dat je op de hoogte blijft van hoe die criminele organisaties werken? Um, want die komen natuurlijk elke keer met creatieve nieuwe methodieken om systemen te hacken of te de zaak te flessen. Hoe hou je dat bij? Hoe weet jij wat ze doen? Ja, ik denk het allerbelangrijkste is, je moet accepteren dat het product dat wij gebouwd hebben. Nooit af is. Nee. Dat is heel frustrerend dat je kan dus zeggen: kijk, is fantastisch wat we allemaal in de afgelopen jaren gebouwd hebben. Maar het doet er niet toe, want als het morgen niet meer goed genoeg is, dan hebben wij geen waardig hier. Dus nee. dat betekent dat wij enorm veel tijd spenderen in ook het checken van onszelf. Dus dat betekent dat wij hele goede algoritmes hebben gebouwd. Ik vind het fantastisch dat iedereen het nu over AI heeft. Wij zijn er zeven jaar geleden in gaan investeren. Kunnen het straks over hebben? Het is ja. heel ingewikkeld het kost ja. heel veel tijd. Ja. Maar dat betekent dat op het moment dat, dat je het op schaal hebt draaien op een bepaald kwaliteitsniveau. Mm -hmm. dan moet je nog steeds heel goed opletten. maar wat gebeurt er nou elke dag? Want trends gaan veranderen. En ja. het voorbeeld dat ik net gaf. Ja, ik, kan, ik kan meer van dat soort voorbeelden geven. Ja, ik hoorde het verhaal van de. van criminelen die dan een uh, soort van masker hadden ja. gemaakt. kun je dat eens uitleggen? Ja, dus. Um, op het moment dat jij. Uh, gaat proberen om met een vals identiteitsdocument. binnen te komen. dan is het vervelend. dat een van de dingen die wij moeten doen. Is we moeten matchen of de persoon die op het identiteitsdocument staat, dezelfde is die we op een selfie foto of een selfie-video zien. Ja. En ja, en niet iedereen wil op beeld staan terwijl ze identiteitsfraude plegen. En wat wij zagen gebeuren tijdens de pandemie, toen heel veel mensen heel veel tijd over hadden, is dat we in verschillende Europese landen. Um, zagen dat criminelen probeerden met hyperrealistische siliconenmaskers, zoals je die misschien kent uit uh, de film Mission Impossible, yeah. uh, probeerden een bankrekening te openen. Um, en uh, dat zagen we op, op plekken uh, en met cases die niet aan elkaar te verbinden waren. Dus dat is echt een nieuwe trend. Yeah. En wat wij dan doen is zeggen, oké, okay, je moet er een oplossing voor hebben. En toen zijn we diezelfde maskers gaan kopen. Die kosten 1500 dollar per stuk. Of wel op een reguliere site, of moet je dan echt het zijn dark web? Nee, op? het is wel een reguliere site. Okay. Maar en je kan dus op in allerlei varianten. En, en dan gebeurt het letterlijk dat ik het kantoor binnenloop en dat er een opaatje in de gang staat. En het blijkt iemand uit ons AI-team te zijn met een masker die onze modellen aan het, het lijkt is. echt echt. Ja. Want over tech, hè, laten we daar eens induiken. Want bedoel, iedereen heeft het over AI en dan bedoelen ze chat GPT en je kan daar superleuke dingetjes mee doen. Maar ik heb zomaar het idee dat dat bij jullie iets verder gaat. Hè? Kun je ons eens meenemen in. Want even voor duidelijkheid. Er zit heel veel geld hè, in jullie bedrijf ja. aan investeringsgeld. Hè? Ja. Ik, ik heb ergens twintig gelezen, ik heb ergens vijftig gelezen, nou dat is al zeventig. Ja. Boeit me niet zoveel, maar het zijn tientallen miljoenen wat erin zit. Dat gaat met name denk ik in techontwikkeling, of niet? Ja, dat klopt. Op, kun, je, kun je ons eens meenemen op wat voor niveau jullie opereren? Wat je kan vertellen, hè? wat zijn jullie aan het doen, maak het eens concreet, neem ons eens mee. Ja, ik denk dat er drie grote pijlers zijn waarbij AI op inzet. Ik zou ze alle drie uh, kort toelichten. Ja. Eentje is aan de biometrische kant, tweede is aan de... Uh, Documentenkant en de derde is aan de data science kant. En dat betekent als je begint met biometrie, um, dan hebben wij modellen getraind om te checken of jij een echt persoon bent, dus of jij daadwerkelijk aanwezig bent op het moment dat je de rekening uh, opent, of je niet een masker hebt, of je geen deepfake bent. Um, en we kijken vervolgens of we jou kunnen matchen aan een ID-document. En uh, ik denk dat wat goed is om daarbij aan te geven. en wat mensen zich vaak niet realiseren. Kijk, nu gaat de discussie uh, in de AI gaat eigenlijk over. wat gaat het in de toekomst brengen? En dan is uh, het publiek verdeeld tussen de mensen die zeggen. Uh, dit is uh, de, de, de wave van productiviteit. We worden allemaal knetterrijk zonder dat we hoeven te werken. Dat zijn de optimisten. Ja. En de pessimisten zeggen. Dit is het einde van de mensheid. We worden allemaal onderworpen aan robots. Nou, ik kijk liever naar wat. We nu tastbaar vandaag met AI kunnen doen. En daar is dit een heel mooi voorbeeld van. Dus je moet altijd vergelijken, wat is het alternatief? Het alternatief is dat je uh, een mens laat kijken naar of jij dezelfde persoon bent uh, als op het ID-document. En daar is een probleem, namelijk bij mensen zijn extreem slecht in gezichtsherkenning. En er is een website van Stanford University, daar kan je dat testen. Heb ik zelf ook gedaan. Ik ben er verschrikkelijk slecht in. Wat het nog erger maakt, is. Dat mensen er bijna niet in te trainen zijn. Dus op het moment dat jij de volgende keer op Schiphol staat, de Marshall C heeft zeven seconden om te beslissen of jij dezelfde persoon bent als op je ID-document. Een heel klein deel van de populatie is daar heel erg goed in. Dat noem je super wekkenhuisjes. Hebben wij er ook een aantal van in dienst. Maar het overgrote deel van de populatie is er slecht in. Mm. En dit is een mooi voorbeeld. Je kunt AI heel goed trainen ja. uh, om te checken of jij dezelfde persoon bent. Mm. Dus dat is één pijler. Tweede pijler gaat over jouw ID-document... waarbij je uh, modellen kunt trainen om te kijken of jij uh, niet als 17-jarige probeert 18 te zijn en stiekem toch een bankrekening te openen. Dus of er eigenlijk geknoeid is met het ideedocument. Dat is één ding waar AI goed in is. Het omgekeerde hebben we ook gedaan, dat is veel ingewikkelder. Hoe kan je AI nou laten vaststellen dat jij een echt paspoort hebt? En ook laten vertellen. Waarom het model zeker? Echt, weet je hebt zo'n echt. echtheidskenmerken. Ja. Het, dus het uitsluiten van fake door echtheidskenmerken. Hoe, ja. Hoeveel kenmerken heb je dan waar je kan testen? Nou, dus het, het mooie, want je hebt een. Uh, als je denkt aan het Nederlandse paspoort, dan staat er onder jouw pasfoto staan uh, zilveren bolletjes en die veranderen van kleur op het moment dat je ze kantelt. Ja. Nou, dat is een van de echtheidskenmerken. Ja. Dus extreem moeilijk na te maken. Nee. Um, en. Er bestaat een database, heet Prado. Daarin kun je kijken welke echtheidskenmerken er op een Nederlands paspoort moeten zien, zitten. Er zijn nog veel meer. Voor de ghost-image, het kleine ja. zwart-wit-fotootje. Uh, je hebt uh, hologrammen, er zijn allerlei verschillende dingen. Maar de overheid gaat jou natuurlijk niet alles vertellen. Dus wij hebben modellen. Jij getraind... weet die wel allemaal. Nou, het mooie is, wij hebben modellen getraind op wat publiek bekend is. Maar omdat wij op zo'n grote schaal documenten zien, ga je dus ook patronen herkennen. En dat Aha. is eigenlijk jouw eerdere vraag. En er is een idee document, ik zal niet zeggen welk het is, waarbij bij een van de letters van jouw naam de inkt net iets eerder moet stoppen. En ik kan je garanderen, er is geen crimineel ter wereld die dat weet. Wij weten het wel en hebben een AI-model getraind om te zorgen dat ze daarna moeten kijken. Maar sterk nog, je hebt het zelf ontdekt. Of, ja. Dus niet door de desbetreffende overheid aan jullie nee. medegedeeld, maar jullie hebben dat ontdekt. Ja. ja, en dat kan als je op hele grote schaal opereert. En dat brengt me eigenlijk naar het derde punt, hm. dus de, de data science kant. Wij uh, zijn ge gebonden aan hele strenge wet- en regelgeving. Dus in Nederland heb je de AVG, ja. GDPR internationaal ja. en Privacy, uh, dingen. de ja. privacy-wetgeving. Ja. En dat betekent dat wij uh, moeten vragen, en daar had ik het net al kort over, om expliciete toestemming aan jou om uh, specifieke data te delen voor een specifiek doel. Dus wij kunnen niet jouw uh, persoonsgeschreven pakken en dan verkopen aan, uh, aan Facebook en Google. Dat kan niet. Er zijn heel strenge eisen uh, waaraan wij moeten voldoen. En het betekent ook dat wij niet kunnen zeggen... Uh, als jij een rekening hebt geopend bij bank A... hé, hey, bank B, kijk eens, uh, wij hebben Ronnie als, uh, als fraudeur uh, ontmaskerd. Ja. Wat we wel kunnen doen, is kijken naar patronen. Dus wat zien wij nou? En nogmaals, ik gaf het al aan, we doen het op hele grote schaal in, in heel Europa. Wat zijn nou patronen? En zijn er... Uh, bepaalde datapunten die opvallen als je ja. dit op hele grote schaal uh, door de tijd heen doet. En dat betekent uiteindelijk dat je ook een, een netwerkeffect hebt. Hoe meer financiële instellingen gebruik maken van ons platform, hoe meer data we zien, hoe meer we weten en daarmee ook hoe beter we worden in het herkennen van fraude trends. Jullie even naar het bedrijf. Hè. Jullie product of jullie dienst um, het moet zo fucking goed zijn. Jullie kunnen hier geen fout voorloven, toch? Ja. Ja, nou, ik, ik, ik denk, één nuancering. Dus ik denk dat wij opereren in een <coughs> industrie waarbij je gelijk hebt, is very, very little room for error. Dus ja. op het moment dat je, uh, ik, ik geef altijd het voorbeeld, um, Airbnb vraagt ook om jouw rijbewijs. En, en dat doen ze om het vertrouwen in het platform te vergroten. Um, maakt het Airbnb echt uit als een keer iemand doorheen gaat met een vals idee document is de rekening nee. betaald. Nee. Dus dat is ook niet waar wij ons op richten. Dus wij ja. hebben eigenlijk het andere uiterst gekozen: financiële instellingen, waar precies wat jij zegt, um, er eigenlijk niks mis mag gaan. Uh, tegelijkertijd moet je ook reëel zijn als je het op hele ja. grote schaal doet, moet je niet de illusie hebben dat je onaantastbaar bent. Kom terug op waar we het net over hadden. Ja. En dat betekent dat wij gezegd hebben we moeten beter zijn dan elk alternatief. En dat geldt zowel uh, voor het alternatief van technologie van de concurrent... als, en dat is misschien nog even terugkomend op het AI-punt... wat de, eigenlijk de lat is die we voor onszelf hebben neergelegd. En dat betekent, toen we begonnen, uh, deden wij checks handmatig. We doen ongeveer 210 checks op elke klant. En we zijn één voor één die checks gaan automatiseren. En we hebben daarbij gezegd, we moeten kunnen aantonen... dat het model beter is dan als er mensen naar kijkt. Dus niet... Gelijke kwaliteit, het moet beter zijn. En dat betekent dat wij dus ook gewoon aan een toezichthouder of aan een bank kunnen laten zien... ...jongens, dit is hoe we het gebouwd hebben. Dit is hoe de technologie werkt. Dit is hoe we het testen of uh, het model nog steeds opereert zoals we verwachten. Mm -hmm. En dit is hoe, is hoe het zich verhoudt tegen het alternatief. Hoe spannend was het toen je voor de eerste keer, zeg maar, daadwerkelijk het product verkocht had? Wie was de eerste klant, kun je dat zeggen? Of weet je dat nog? Ja, het was N26, dus een Duitse fintech. Ja, dus echt een e-bank, een e zeg maar, of ja. een, nieuwe, een nieuw soort bank. Ja. Uh, hoe was dat om live te gaan? Of nou, had je dan zoveel al getest en gedaan dat het eigenlijk niet zo spannend was? Nou, het is wel spannend. Want, want uh, het, je gaat live en dan ga je checken of alle uh, dingen werken zoals je hoopte. En dan kom terug waar we het net over hadden. Voor in het merendeel van het geval zijn het bona fide uh, mensen. Maar al in de eerste week hadden we iemand die op een sanctielijst stond. Dat is een van de checks die wij doen. Dus even los van alle mm. uh, checks rondom het document... en je locatie en uh, je selfie... kijken we ook naar of jij niet voorkomt op een lijst... ofwel omdat je uh, 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 een gesanctioneerde persoon bent... wat we natuurlijk nu uh, met de oorlog in Oekraïne hebben gezien... met veel Russen die daarop zijn, zijn terechtgekomen... Of dat jij uh, op een terrorisme lijst staat. Of, en dat is, min, dat is geen reden om te blokkeren. Maar wel om beter te kijken. Of jij een zogenaamd politically exposed person bent. Dus of jij een politieke functie hebt. En we hadden in de eerste weken iemand die op een sanctielijst stond. En dan ben je dus eigenlijk heel blij dat je modellen werken zoals je uh, gehoopt had. En, uh, en daar was ook. Uh, onze klanten toen heel blij mee. Is het dan moet ik dan echt zeg maar, klassiek denken aan gewoon zeg maar een soort van API-systeem waarbij jij nog data onttrekt van andere databases om jouw machine te laten werken of hoe werkt dat dan? Is dat per case weer anders? Nou, wat wij eigenlijk gedaan hebben helemaal aan het begin is we hebben gezegd wij willen alle technologie die we toepassen zelf ontwikkelen. Ja. En dat heeft te maken met specifiek als je naar AI kijkt is er enorm veel discussie rondom. Uh, discrimineert het model niet. Ja, uh, hoe weet je dat de uitkomst juist is? En dat is heel ingewikkeld als je het model van een andere partij inplugt. Dus da daarvan hebben we gezegd, dat bouwen we allemaal in huis. En daar ben ik ook heel trots op dat we gewoon in Nederland uh, op dit gebied echt internationaal extreem hoogwaardige technologie gebouwd hebben. Mm. Um, dat betekent dat we bijna nooit gebruik maken van iets wat een externe partij. Aanbied. In dit geval ligt het iets anders. Dus de sanctielijst, dat, is, dat zijn gewoon lijsten die opgesteld worden door overheden. Mm -hmm. Daarbij een data provider die de ruwe database aanlevert. Maar vervolgens de technologie waarbij we kijken of de naam van een persoon voorkomt op die lijsten. En om daadwerkelijke uh, hits te filteren tussen alle. zijn heel veel false positives in dit soort gevallen. Ja. Die technologie hebben we zelf gebouwd. Zijn er concurrenten? Ja. Hoeveel? Nou, kijk, ik denk dat als je wereldwijd kijkt, zijn er heel veel partijen die iets doen rondom yeah. know your customer. Yeah. Uh, in Europa is er minder dan een handvol bedrijven die dit echt serieus Oké, okay. En zijn jullie leading? Ja, zeg je natuurlijk. Nou, we dat... zijn in. Uh, kijk, ik, ik denk dat wij uh, heel vroeg hebben uh, gekozen om ons te focussen op daar waarbij wij de allerbeste match hebben. Dus yeah. de allerbeste product market fit. Yeah. En dat is vanuit geografisch oogpunt Europa. Waarom? Omdat Europa met afstand de meest ingewikkelde markt is op dit gebied. We hebben de strengste wettenregelgeving rondom privacy, de strengste wettenregelgeving rondom uh, het voorkomen van witwassen. Als je uitzoomt, in Azië gebeuren heel interessante dingen op dit terrein, met name in China, mm -hmm. uh, als je kijkt naar biometrie. Mm -hmm. Maar de Chinese privacy-standaarden zijn niet ja, helemaal lekker. fit voor <laughs> wereldwijde uitrol. Yeah. En als je naar de andere kant kijkt, naar Amerika, gebeuren ook heel veel interessante dingen. Uh, maar daar kun je nog een bankrekening openen met alleen je social security number. Mm. Dus ja, dat is ook niet een manier die je internationaal kunt uitrollen. Dus we mm. hebben gezegd, Europa is eigenlijk de lastigste markt. Als je die krijgt, kun je later naar andere continenten. En daarbinnen hebben we gezegd, in welke sector is het nou het ingewikkeldste? En terugkant wat ik net zei, dat is de financiële sector. Dus wij hebben bewust gekozen mm. om een heel complex probleem op te lossen. Maar als je dat doet, kun je concurreren op uh, kwaliteit in plaats van op prijs. En ja. Het voorbeeld dat ik net noemde met Airbnb zijn denk ik wel 50 partijen die dat kunnen. Ja. En daar zie je dus dat er eigenlijk een wees een to the bottom is waarbij de enorme prijsdruk is op de oplossingen. Heel uh, divers bedrijf, hoeveel nationaliteiten zei je? We hebben, we hebben 230 mensen met 50 nationaliteiten. Is dat bewust gekozen of hoe werkt dat? Maar kijk, ik denk dat wat uh, goed is om aan te geven, ik vertel net, de eerste klant was een Duitse bank, dus dit bedrijf is opgezet als pan-Europees bedrijf. Dit is ja. nooit een Nederlands bedrijf geweest. Um, dat betekent dat je ook een hele internationale blik hebt, eigenlijk vanaf dag 1. Mm -hmm. En wij uh, talent nodig hebben, wat schaars is en waar ook uh, enorm aan getrokken wordt. Ja. En dat betekent dat je uh, dan van nature kijkt naar een bredere pool. En dat betekent dat, dat je internationaal kijkt. Dus het is zeker bewust. Je bent geen Nederlands bedrijf. Nou, we zijn heel trots op, dat gaf ik net aan, we zijn heel trots dat we in uh, Amsterdam gevestigd zijn. En ik ben heel trots dat in Nederland zulke hoogwaardige technologie gebouwd wordt. Maar ik ben ook realist genoeg om te zeggen... dat je dat niet had kunnen doen... als je alleen maar Nederlanders in dienst had ja. gehad. Ik vraag het omdat er het nu een discussie gaande is... over de, 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 het klimaat voor techbedrijven ja. in Nederland... en dat de ASML's uh, het land uit worden gejaagd zeg maar door slecht beleid. Hoe zie jij dat? Nou, kijk, een van de dingen waar nu veel discussie over is... is de expertregeling. En de expatregeling uh, geldt... Uh, dat vind voor... ik een interessante, want ik... ik leg hem uit. Ja, nou, voor een periode van vijf jaar kunnen uh, buitenlandse werknemers in aanmerking komen om 30% van hun loon. Uh, van de IB, van de inkomstenbelasting of precies, korting, toch? Ja, belastingvrij te ontvangen. Over nou, oh, rest 70% staat ze wel belasting. Ja. Nou, en daar is nu in de Tweede Kamer een uh, motie aangenomen om dat te verzoberen. En dat vind ik een heel slecht idee. Ja, ik vind het zo leuk dat jij dit nou zegt. Hè. Dat is een beetje off-topic dit, maar ik vind het eindelijk iemand die er helemaal diep in zit en er ook echt stand van heeft. Want ik vind dat nou... Het, ik snap die niet zo goed. Want dan denk ik, ik snap alles en ik, ik, ik sta helemaal aan jullie kant, zeg maar. En ik vind ook dat Nederland echt waardeloos bezig is. Maar dat die expertregeling gast, dat zijn hoogopgeleide gasten. Die krijgen een prima salaris. Ik of ik, ik gooi het even onderheen. Ik scheer het even over één kam. Die krijgen een prima salaris. Uh, hoezo moeten die over 30% van hun salaris geen belasting betalen? Ik bedoel, die, die gast ze hebben alles toch prima van? Kan die kunt er gewoon IB betalen? Wat maal ja. je nou? Dat is toch niet de reden waarom ze bij jou komen werken, ja of nee? Ja, ga ik ook zien. Ja, ja, ja. Uh, in uh, Nederland geeft de overheid dit jaar 26% van de uh, Rijksbegroting uit aan zorg en 26% van de Rijksbegroting uit aan sociale zekerheid. Um, als je kijkt naar zorg, dan wordt 80% van jouw zorgkosten in het laatste half jaar van je leven gemaakt. Dus er zit een enorme uh, skewedness naar, naar uh, 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 het eindstuk. En sociale zekerheid is met name als jij uh, buiten je schuld om uh, geen werk en inkomen hebt. Nou, vervolgens komt er een expert die uh, overal kan werken. Die komt naar Nederland. In Nederland ja. hebben we een, een welvaartsstaat waar ik heel trots op ben. Ik denk ja. dat het fantastisch is dat wij toegankelijke zorg, toegankelijk onderwijs en een sociaal vangnet hebben. Ja. En die komt hier voor een paar jaar werken. Oh, voor een paar jaar? Ja, want het is vijf jaar. Dus de regeling is nu al okay. per definitie beperkt tot vijf jaar. Okay. Als je langer blijft, betaal je, okay. je belasting. Yeah. En voor een periode van vijf jaar gaan we zeggen: jij gaat net zoveel belasting betalen als iedereen, dus dezelfde lasten. Maar we geven je niet de lusten. Want op het moment dat jij zorg nodig hebt, ben je al lang weer uit het land. Op het moment dat jij sociale zekerheid nodig hebt, dit is, dit is schaars talent. Dus, dus waarom vind jij het redelijk dat iemand even een potje mag doen als hij. En jij zegt, als gaan. iemand toch besluit om te blijven. en die blijft hier voor de rest van zijn leven blijft hier hangen. dan na vijf jaar doet hij aan alles mee. en, en heeft hij dus ook recht op de lust. Ja. Als jij nu in wat voor regering dan ook het voor het zeggen zou hebben. Wat zou jij uh, nog meer aan... Jij zou deze expertregeling in ere herstellen... of misschien wel uitbreiden. Wat zou je nog meer doen? Ik denk dat Nederlanders moeten kijken naar de fiscale behandeling... van uh, personeelsparticipatie. Dus of ja. aandelen of, ja. uh, of opties. Dat is voor heel veel start-ups een enorm probleem. En ja. wordt in Nederland fiscaal buitengewoon ongunstig behandeld. Mm -hmm. uh, en dan nog af te toppen, wij zijn een financiële instelling. Dat betekent dat wij ook aan allerlei verplichtingen moet, moeten doen... rondom de wet beheersbeloningsbeleid... Ja. Uh, ja, er is een bankencrisis geweest waar... en ik heb zelf ooit bij een bank gewerkt... Ja. waar hele hoge bonussen uitbetaald werden... en we hebben als maatschappij besloten dat we dat niet meer willen. Maar ik run een start-up... en wij moeten heel goed oppassen hoe we ons geld uitgeven. En als ik eigenlijk aan het vaste salaris in de knel gebracht word... door een expertregeling... Aan uh, het variabel salaris in de knel gebracht wordt met een bonuscap. En in de aandelenbeloning uh, in de knel gebracht wordt met de fiscale belasting van opties. Ja, dan, dan wordt mij niet per se heel veel handreikingen gedaan. Dan... Er heel veel andere dingen in Nederland enorm ja, goed ja, van ja, ja. zijn. Ja. Hoe... En al wat zijn dan landen die het wel goed doen? Nou, ik denk dat Frankrijk er heel duidelijk voor gekozen heeft om, om uh, techbedrijven echt uh, een speerpunt te maken van het overheidsbeleid. Macron... Uh, doe dat ook persoonlijk. Wij hebben veel Franse techbedrijven als klant. Ja. Ik ben enorm onder indruk van het ecosysteem wat ze daar gebouwd hebben. Mm -hmm. uh, ik denk dat uh, internationaal gezien is natuurlijk Silicon Valley uh, is en blijft het voorbeeld. En ik denk dat we daar ook nog steeds enorm veel van kunnen leren. Ja. Even jouw rol als ondernemer, hè? want daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, je runt een groot bedrijf, doe je niet in je eentje, met een partner volgens mij. Hè? Kun je even uitleggen hoe zo'n financieringstraject en hoe de keuzes daarin gemaakt zijn? Want er zit inmiddels echt heel veel geld in. Is dat allemaal in ruil gegaan voor aandelen? Heb je nog aandelen? Kun je iets vertellen en ons meenemen in jouw ondernemerspad? Ja, dus uh, ik ben uh, begonnen bij een andere fintech. Uh, daarmee gingen we een B2B spaarplatform bouwen. Daarvoor hadden we een vergunning nodig en wij moesten zelf checks doen op uh, de klanten die van de platform gebruik gingen mm. maken. Mm. Uh, toen zijn we in 2015, 2016 gaan kijken naar... wat zijn er nou voor oplossingen in de markt. En plat gezegd vonden we niks goed genoeg. En dachten we, dit kunnen wij zelf beter. Dus we zijn iets gaan bouwen om onze eigen problemen op te lossen. Het, het verhaal van de startups ups ja, ja, en, en uh, toen we dat af hadden... toen waren allemaal andere partijen... Die zeiden, ja, dat vinden wij eigenlijk ook wel zo mooi. Ja. En zijn we het eerst uh, binnen één bedrijf uh, gaan aanbieden... Uh, dat begon heel hard te groeien. En toen hebben we een jaar later eigenlijk een knip gezet. En de twee bedrijven uit elkaar getrokken. En uh, zijn we hier vol op doorgegaan. Um, wat we net al aanstipten, dat, daar zit gewoon uh, enorm veel technologie in die heel veel tijd, geld en energie kost om te ontwikkelen. Ja. Met name aan de AI-kant. Uh, en dat betekent dat we inderdaad tientallen miljoenen daarin geïnvesteerd hebben over de afgelopen jaren. Dus zijn... Private equity. Uh, venture capital is, is ja. erin gegaan. En dat, dat betekent inderdaad dat wij. Uh, ja, Investeerders aan boord hebben gehaald in rol voor, voor aandelen. Mm -hmm. um, en, en dat betekent dat je uiteindelijk een, een traject ingaat waarbij je uh, heel goed moet beslissen welke investeringen. Uh, zowel op de korte termijn eigenlijk de groei kunnen realiseren waar dat soort partijen naar op zoek zijn, mm -hmm. maar ook op de lange termijn de waarde. Uh, creëren die ja. zowel voor de aanhuizen als voor de ondernemer goed is. Ja, want het businessmodel is in principe straks lucratief, kan ik me voorstellen, als het uh, allemaal gaat rollen op grote schaal. Ja, dus het is, is, het is het een SAAS-achtige oplossing of hoe moet ik dat zien? Ja, dus, dus wij, wij bieden uh, hoofdzakelijk technologie en krijgen daarvoor betaald. We hebben ook zelf uh, experts in dienst, daar refereerde ik net al aan. Uh, dus er zit ook een, een dienstencomponent in, maar het overgrote merendeel is gewoon de technologie die wij inderdaad uh, aanbieden als SaaS-product. Het zou mij niet verbazen als jullie een, uh, een, uh, een duidelijk plan hebben waar het naartoe moet. Uh, sterker nog, met visies aan boord, die willen er ook op een gegeven moment weer uit. Wat, wat zijn de plannen voor de toekomst? Kijk, ik denk dat je moet kijken naar hoe groot is de markt waarin je opereert. En welk marktaandeel denk je daarvan realistisch te kunnen pakken. Laten we het even bij Nederland houden. De, de, de vier Nederlandse grootbanken geven jaarlijks aan KYC 1,1 ,1 miljard uit. Um, ja, er zit ook een deel op zakelijke klanten... terwijl wij op uh, particulieren zitten. Maar Nederland is heel klein binnen Europa. Mm. En als hier al vier banken 1,1 miljard op jaarbasis uitgeven... dan kun je het rekensommetje maken ja. hoe groot deze markt is. Ja. Dus waar ik net zei dat wij uh, ja, durfden te focussen... op Europa en de financiële sector... Ja, dat durfden we ook, omdat het een gigantische grote markt is... Ja. die ook nog eens heel hard aan het groeien is. Ja. Dus dat betekent dat uiteindelijk het doel moet zijn... dat je binnen die financiële sector een, een leidende positie pakt. En, en ik gaf het net al aan, er zijn concurrenten... er zijn partijen die het historisch gezien in, in huis hebben gedaan... en nu uh, op termijn daar verandering in moeten doen. Er zijn verschillen in landen. Dus in Nederland vinden wij het heel normaal... dat, uh, dat je niet meer naar een, een bankkantoor gaat... Maar dat is in Zuid-Europa anders, hè? Ja. Volgens, dus daar in de pandemie, ja, ja daar kwamen in keer Italiaanse banken erachter... dat het toch best ingewikkeld is als uh, het kantorennetwerk dicht is. Dus er is nog een enorme groei die hier aan gaat komen, en dat betekent dat je uiteindelijk ook niet te ver vooruit moet kijken naar wat dat betekent. Je moet gewoon zorgen dat wij Gassenhoor blijven doorbouwen ja. en dat we uiteindelijk, en dat is jouw punt, we hebben een, een product gebouwd en een platform gebouwd dat extreem schaalbaar is. Ja. Dus je moet gewoon meer volume in. Ja, precies. Ja. Is Bunk klant? Eh, nog niet. Dat vind ik nou typisch zo'n fit. Ja, maar ja, die, die hebben ja. natuurlijk veel zelf gedaan waarschijnlijk. Nou, ik, laat ik het zo zeggen, wij, wij hebben heel veel partijen internationaal gezien al, uh, als klant. Ook concurrenten van Bunk. Dus ik denk dat de hoogste tijd is dat zij. Toch? Ja, ook klant gaan worden. Droombal, droomklant vind ik. Pas, pas perfect. Dus ik jullie gewoon praten. Dan, maar je kent Ali, neem ik aan. Dus ja. Precies, ja, hel. Uh, nog een paar vragen. Eén, even compleet of top. Toen jij klein kleutertje was, hè, wat wilde jij toen worden? Eh, toen wilde ik dierenarts worden. En daarvoor marktkoopman. Want ik zei: als ik op de markt sta, dan weet je tenminste aan het einde van de dag uh, wat je werk heeft opgebracht. En binnen jouw bedrijf nu, ben je dan die marktkoopman? Of ben, ben, jij, zeg maar, ben jij een van de techies? Ben jij echt de ondernemer van het stijl? Ben jij de commerciant? Wat, wat is jouw rol nu? Nou, kijk, ik denk dat je uiteindelijk uh, als CEO wil je overal mee bemoeien. Dus mm -hmm. het, is, het is een beetje van, van alles. Kijk, ik ben zelf niet. Uh, en een techneut. We hebben een, een, een waanzinnig techteam... waar ik het heel leuk vind om mee te praten... maar de eerlijkheid gebied te zeggen... zij leggen mij meer uit ja. dan andersom. Ja. En dat is denk ik ook goed. Ja. Uh, en wat ik, wat ik zelf het mooiste vind... is eigenlijk waar we het net over hadden... Uh, is kijken naar een markt... en kijken hoe, hoe kan je daar naar nou business uit halen. Ja. En wat wij doen... is wij opereren in uh, een extreem gereguleerde markt. Ja. En als je aan 100 bedrijven vraagt... wat ze van regulering vinden... zeggen 99 dat ze zich... Beperkt voelen door de regulering en het zaken doen. Wij zijn The Old One Out. Dus geef mij regulering. En ik kijk naar nou uiteindelijk hoe je daar een weggetje tussen kunt vinden, waarmee je een, een business kunt bouwen. Je hebt bouwen. een sticker achter op je auto, I love regulering. Nou, ja. ik zal je een concreet voorbeeld geven. Ik heb op de in de vierde klas middelbare school met veel plezier Duits heb mijn pakket geknikkerd. Ja. Um, maar ik heb de, uh, de Duitse implementatie van de anti witwasrichtlijn, richtlijn de Get Bush gezet, heb ik in het Duits gelezen. En dat heb ik gedaan, want als je bij een Duitse financiële instelling zit, helpt het als je kan zeggen: nee, ik weet hoe het zit. Daar in, in de wet staat dat je het op deze manier kan doen. En dat is hoe wij business doen. Wij moeten enorm goed begrijpen wat de wet en regelgeving is waar onze. Klanten de financiële instelling moeten voldoen. Duitse ja. ja Had je spijt dat je Duits je pakket had gegooid, of niet? Of ja, heb je ja, daar toen, we, weer... toen ik de ik gezet zat te lezen, dacht ik wel via ja, misschien had ik iets beter moeten opletten, ja. maar ik heb hele leuke andere dingen op de middelbare school gedaan waar ik ook veel aan gehad heb. En je hebt AI tegenwoordig, dus digitale vertalen ja. prima vanuit het Duits. Um, uh, wat zijn een paar korte vragen op het einde, een paar les-les en tipsvragen. Fijn voor andere ondernemers die zitten te kijken en te luisteren. Uh, een aantal op rijtje Eén, Als jij terugkijkt, wat zijn belangrijke sleutelmomenten voor jou geweest en waarom? Nou, ik denk het belangrijkste is vanaf het eerste moment internationaal denken. Dus ik denk dat uh, als je kijkt naar waarom techbedrijven in Amerika zo hard schalen, is eigenlijk omdat ze een hele grote thuismarkt hebben. Mm -hmm dan zegt Nederland altijd, ja, dat hebben wij niet. Nee, dat klopt, maar dan moet je dus uh, op pan-Europese basis iets opzetten. En ik denk dat uh, het ons heel veel gebracht heeft... om eigenlijk vanaf dag één na te denken... oké, okay, maar als je dit internationaal wil schalen... hoe moet je het bedrijf dan neerzetten... in plaats van hoe kunnen we dit in Nederland groot maken? En een lastig sleutelmoment, heb je die ook al meegemaakt? Oftewel, doe eens een vakkap. Nou kijk, ik denk dat op het moment dat je, uh, dat je, uh, dat, dat je in een sector opereert waarbij er zo weinig room for error is, moet ja. je echt constant kijken naar uh, wat je fuck up zijn en dat betekent dat je dus eigenlijk heel zelfkritisch moet zijn. Maar herinner je, je er nog eentje? Dan denk ik oh k. Nou kijk, ik denk dat um, het, ik, broer, het is niet iets wat nu specifiek uh, naar voren komt. Ik denk dat wat een uitdaging voor ons was is op het moment dat de uh, coronapandemie uh, startte. Ja, wij, wij werken met extreem gevoelig data, dat betekent dat wij daar aan extreem strenge verplichtingen moeten voldoen dus op het moment dat wij naar persoonsgegevens kijken, hebben we daar binnen kantoor een uh, controlled environment voor, dan mag je niet eens met je telefoon naar binnen komen dus echt enorm streng beveiligd daar hebben we een wettige wettig verplichting naar onze klanten, maar ja, toen was het in één keer corona toen moesten we nadenken, hoe gaan we dat dan doen en ik denk dat dat wel een moment was waarbij ik zei net dat de helft van ons team in Spanje zit, in, in Nederland waren de Persconferenties en wist iedereen al drie dagen van tevoren wat Rut ging zeggen. In Spanje wisten we dat niet. En dan was er op zondagavond om tien uur een persconferentie. En het was nog streng daar. Ja, en over wat je op, op maandagochtend om zes uur moest doen. Ja, of niet meer mocht doen. Precies. Ja. En daar heb ik gewoon brieven moeten ondertekenen voor, voor ons uh, uh, team... Dat, dat ze wel over straat moesten. Honden he? moeten kopen, zodat ze een hond mochten uitlaten. En dat zijn dingen waarbij je gewoon. Ja, je kan nog zo'n goed plannen hebben, maar ja. op het moment dat, ja. uh, uh, dat je het gaat uitrollen, gebeuren er dit soort dingen. Ja hey, en, en uh, het, uh, wat zijn de lessen die andere ondernemers kunnen leren van het feit, jij werkt zeer multicultureel, heel divers, uh, allemaal verschillende nationaliteiten, verschillende locaties, dus zo hybride als dat maar zijn kan. Wat zijn daar de, 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 de lessen of de tips waardoor dat goed loopt? Nou, ga er niet vanuit dat het goed loopt. <laughs> uh, dus ja. ik denk dat je dat moet, gewoon moet realiseren. Dus eh? op het moment dat je, um, dat je gaat opschalen... En, en dat doet op verschillende locaties... maar wat je zegt, met ook een heel divers team... Uh, moet je realiseren dat dat tot spanningen kan leiden. Ja. En ik denk dat je daarvan zijn is al de eerste winst. Ik kan twee hele simpele voorbeelden geven. Uh, in Spanje speelde op een gegeven moment... de mogelijke onafhankelijke van uh, Catalonië. Ja, daar... Uh, was bij ons op kantoor in, in Spanje op een gegeven moment enorme spanning over. Mm -hmm. uh, uh, Rusland valt de Oekraïne binnen. We hebben zowel Oekraïnes als Russen in dienst. Ja. Dus ja, je, je, moet, je, moet je, ook, je moet ook accepteren dat op het moment dat je een internationaal team hebt... dat je dus tegen dit soort dingen gaat aanlopen. En daar moet je niet voor verstoppen. En dan moet je ook niet te Hollandse zijn. Dus zeg maar onze Hollandse directheid vinden we altijd... Uh, Geuzenaam, ja, dat werkt niet altijd in de interne aanzetting. Wat dat betreft, prachtig eigenlijk, als je dit zo beschrijft, dat eigenlijk de hele wereld en de dienstproblematiek uh, zich ook binnen jouw bedrijf ja. uh, afspeelt. Dus ja. ja, als je zo opereert. Hoe lang ben je hier nog bij betrokken bij dit bedrijf? Ja, ik hoop nog heel lang, want ja, ik he? denk dat, uh, uh, wat ik net zei, wij een, een missie hebben die nog lang niet volbracht is. Nee. Uh, ik ben ook realistisch genoeg om niet te zeggen: ik kijk in de glazen bol en ik ga dit tot aan mijn pensioen doen, want nee. uh, ja, weet je, we, we weten allemaal dat er nog heel veel andere dingen op ons pad kunnen ja, komen. Ja, precies. Nou, voorlopig heb je je handen vol. Ik vond het uh, super om je verhaal aan te horen. Leuk dat je mijn gast was. Uh, Dank je wel. Een prachtig verhaal over tech en over ondernemerschap en over groei en over internationaal en over allemaal prachtige ondernemersissues, zoals ik ze hier zo graag maak. Zit je nou op YouTube te kijken? Uh, dan hieronder vind je de subscribe-button. Klik ook op het belletje, dan mis je helemaal niks meer en ben je aan het luisteren onderweg ergens op de. Fietsen in de tram of in de auto naar deze podcast. Dan ook daar abonneer je op Spotify of op het kanaal van jouw keuze. En mis helemaal niks meer. En laat daar ook eens een keer een review achter of onder deze video. Dan weten we wat je ervan vindt voor nu dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi,